Ik denk dat Bernstein sowieso een zeer grote rol gespeeld heeft. Niet alleen als componist, maar ook als dirigent. Hij was op alle vlakken echt een voorbeeld voor velen, denk ik. Als componist dan, als je kijkt hoe dat hij thuis was van alle markten, zowel het vrij klassiek, hedendaagse, tot zijn Broadway-successen. Dus het is toch wel een persoonlijkheid, denk ik, die niet weg te cijferen is in de muziek van de laatste 50 jaar. Ik vind Bernstein een enorm inspirerende dirigent. Hoe dat hij de muziek tot zich neemt en dat overdraagt op zijn orkest en uiteraard ook op het publiek. Dat was toch van een aparte klasse.